Premier Mark Rutte van Nederland moet verder op weg geholpen worden met de uitvoering van de excuses voor het slavernijverleden tussen Nederland en Suriname. Dit zegt Armand Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie. Rutte was op 12 en 13 september op werkbezoek in Suriname. Op 13 september voerde hij een gesprek met het comité over het vraagstuk. Sunder zegt dat er nu technisch overleg zal moeten plaatsvinden om dichter bij het punt te komen waar er excuses voor het slavernijverleden worden aangeboden. Mijn gevoel van dit gesprek is dat de heer Rutte over de brug is voor wat betreft het vraagstuk van erkenning en excuses. Maar we zullen hem nog moeten helpen om echt op een wijze manier over die brug te gaan. En we hebben het dus ook aangeboden, dus dat er overleg gaat plaatsvinden. Niet op het niveau van ministers, maar op het niveau van mensen die technisch over deze zaak hebben nagedacht. We hebben hem namelijk duidelijk gemaakt, dus dat de slavernij echt hier in Suriname heeft plaatsgevonden en niet in Nederland. En dat we de indruk zo'n beetje kregen dat men de situatie in Nederland te veel centraal stelde. Sunder zegt verder dat er duidelijk is aangegeven dat er naast excuses ook het prijskaartje gekoppeld is aan het herstel. Audrey Christiaan van de Nationale Reparatiecommissie Suriname zegt dat zij ingenomen is met de opstelling van de premier over het totaal vraagstuk. Het gaat dus in dit geval om het deel van reparations van de inheemse. Erkenning, excuses en herstel. Wat de inheemse is aangedaan tijdens de koloniale periode. En het is heel onbekend, ook binnen de Surinaamse samenleving, dat de eerste slaven de inheemse zijn geweest, die nu bekend staan als de rode slaven. Er is een periode geweest in de koloniale periode, dat is de koloniale periode, waar een ontzettend is gevochten in het binnenland van Suriname door de inheemse verzetstrijders en het koloniaal leger. Dat stukje was ook bekend, zo een beetje onbekend bij de delegatie. En ik heb het aangehaald en men was ook heel erg onder de indruk het gedeelte van het koloniaal verleden van ons. Ten aanzien van cultuur heb ik dus ook kort belegd hoe het komt dat wij ook onze identiteit zo'n beetje zijn verloren. Ja. Cultuuridentiteit, dat heb ik dus ook belegd. Christiaan benadrukt dat zij hoop heeft dat de Nederlandse regering zal werken aan herstel van de schade welke aangericht is door het slavernijverleden. Ze vindt het bijzonder dat de delegatie die Suriname heeft bezocht heel welwillend is om te werken aan excuses en herstel.